Goed. Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister-president, het is inderdaad zo dat telkens dat de federale overheid problemen heeft met haar begroting, dat ze al gauw het handje uitsteken naar de deelstaten en dat die usurperende bevoegdheden en die pensioenbijdragen aan bod komen. Nu, we hebben op beide dossiers altijd vanuit Vlaanderen, vanuit de Vlaamse regering, een zeer duidelijk standpunt gehad. Wij zijn bereid om die pensioenbijdrage over te nemen. Er staat al 60 miljoen ingeschreven in de begroting voor 2013. En de twee voorwaarden dan voor de usurperende bevoegdheden, dat is eerst en vooral dat ze niet mogen behoren tot de zesde staatshervorming. En ten tweede dat ze dus zich de vrijheid voorbehoudt om de aangegaande engagementen van federaal al dan niet verder te zetten. Nu, het is al verschillende keren aan bod gekomen. Ik denk dat de laatste keer op 27 juni was dat we het er hier in de plenaire nog over gehad hebben. En toen ging het over de fiches die opgemaakt waren, over de usurperende bevoegdheden. En u heeft toen gezegd dat u die naast zich neerlegt, maar langs de andere kant werden die direct ook ondergebracht bij die werkgroepen. En mijn vraag concreet is, hoe staat het nu met die werkgroepen? Zijn die inderdaad al samengekomen en is er al enig resultaat? Minister-president. Meneer de voorzitter, ja, we zijn hier terug bij de usurperende fantoombevoegdheden, of wat daar ook verder nog van gemaakt wordt. Nu, ik ga proberen heel duidelijk te antwoorden, zoals steeds natuurlijk. Enfin, ten eerste wat de responsabiliseringsbijdrage pensioenen betreft. Ten eerste, we hebben in de begroting daar een bedrag van afgerond 60 miljoen voor voorzien. Ten tweede, dus dat wil zeggen, we zijn bereid om meer te betalen voor de pensioenen van de eigen ambtenaren. Sommige berichten, tweets en andere gingen ervan uit dat wij dat niet zouden doen, dat wij weigeren dat te betalen. Dus eerste zaak, we hebben dat voorzien. Tweede is dat wij altijd gezegd hebben, wij willen dan tegelijk meer zeggenschap over aspecten van het statuut van de ambtenaren ten einde deze kosten ook onder controle te houden. Twee zaken. Drie zaken, wij voorzien de 60 miljoen. We zijn bereid om daar een deal af te sluiten, maar met duidelijkheid meer zeggenschap. Daar heeft de federale minister van Pensioenen op dat moment gezegd, goed, we zijn akkoord om daar verder overleg over te plegen. En dat overleg is stilgevallen op 4 juli 2012 na het overlegcomité, waar was afgesproken dat de ministers bevoegd ter zake daar verder gingen over discussiëren. Nu, ik heb geen behoefte om op tweets enzovoorts, dat is informeel, formeel. Ik heb ook bij mijn collega Geert Bourgeois bevraagd wat is er effectief gebeurd. En hij heeft mij laten weten, buiten twee telefoongesprekken en wat mailverkeer, is hierover geen overleg geweest. Er is wel op het einde dan een gemaild rekenblad met een aantal voorstellen doorgestuurd. Maar dit is, en als daar andere data zijn, dan moeten die ook maar naar boven komen. Maar mijn informatie van mezelf, dat weet ik, en ook van Geert Bourgeois, is twee telefoongesprekken, wat mailverkeer en dus een gemaild rekenblad dat is doorgestuurd. Dat is deze week, zitten we nog in een andere fase, dat men zegt, ja, over die tweede voorwaarde, een aantal aspecten over het zeggenschap, daar is eigenlijk het debat ook volledig vastgereden deze week. Dus conclusie, wij voorzien het bedrag, daar is een bereidheid langs Vlaamse kant om daar te landen, maar onder voorwaarden en daar is spijtig genoeg niet echt zwaar over vergaderd om het voorzichtig uit te drukken buiten die twee telefoongesprekken. Nu wat die usurperende bevoegdheden betreft, ook daar is er een werkvergadering geweest op 7 mei 2012 en nadien is dat eigenlijk ook een stille dood gestorven. Nu, daar is in het kader van heel het FORT-debat in de Varia door de premier in die vergadering melding gemaakt van de usurperende bevoegdheden. Wij willen daar toch nog altijd verder over spreken. We hebben gezegd, ja luister hier, onze begroting 2013 zit al in het parlement. Ten tweede, die is allesbehalve evident. En ik herhaal wat collega Verreken daar juist heeft geciteerd. Dus de usurperende bevoegdheden zijn bevoegdheden die per definitie bij ons zitten. Waar het federale in het verleden geld voor heeft uitgetrokken. Als het federale zegt, het zijn jullie bevoegdheden, wij schrappen de uitgaven die wij daar tegenover stellen, dan is bij deze op het federale niveau het debat gesloten. Wat ik in dat radio-interview waar zeer veel naar geluisterd is, gezegd heb, dat natuurlijk wanneer het federale engagementen heeft aangenomen, wetenschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, grootstedenbeleid, engagementen, die lopen over verschillende jaren, waar ook het federale budget in heeft tegenover geplaatst.
Als het federale nu zegt, goed, het zijn uw bevoegdheden, dus u mocht ze terug hebben, maar u moet ook onze engagementen die wij hebben aangegaan in wetenschapsbeleid, in ontwikkelingssamenwerking, die moeten jullie overnemen, ja, dan zeg ik, oh, dat is een ander paar mouwen. Zeker naar ontwikkelingssamenwerking, de beleidsopties die zijn anders hier dan wat het federale heeft gedaan. Hè. Bijvoorbeeld naar Congo enzovoorts, geef maar een voorbeeld, ja, dat ik die zou overnemen en 130, 150 miljoen zou zoeken om die engagementen die zij hebben aangaan onverkort door te trekken, dat is natuurlijk niet evident, wat mij betreft zelfs niet aan de orde. Dus, concrete vraag, de premier heeft het aangekaart in de varia van een vergadering over Fort Genk. Daar is gezegd wat ik u nu heb toegelicht en ik ga er ook vanuit dat men u zeer goed weet dat onze begroting die hier ook deze week en de volgende dagen zal besproken worden wat begroting 2013 betreft, dat er geen rekening is gehouden met die usurperende bevoegdheden. Nu zou ik kunnen zeggen, ja, wie heeft er dan nog gelijk enzovoort. Ik heb nog een laatste argument om u te overtuigen, mocht dat nog niet het geval zijn, dat ook André Antoine, dus de Waalse collega bevoegd ook voor begroting, identiek hetzelfde heeft gezegd. Dus mocht ik mij vergissen en mocht ik naar de bevoegde minister op federaal niveau bepaalde vergaderingen of vragen voor vergaderingen gerateerd hebben, wat af en toe mogelijk zou kunnen, dan zijn er niet één die het gerateerd heeft, maar twee ministers die dat gerateerd hebben. Want u hebt ook gezien dat hij gereageerd heeft op Belga om te zeggen, het is juist, we hebben sinds de zomer daarover niets meer gehoord. Ik wil nog één ding als afsluiting meegeven, omdat natuurlijk ook heel het debat over de bijdrage enzovoort. Iets dat ik even wil meegeven. Stel u voor dat alle deelregeringen in dit land in 2011, zoals wij, een begroting in evenwicht zouden hebben neergelegd. Dan zou dit een positief effect gehad hebben van 1 miljard 291,8 miljoen of meer dan 0,3% van het BBP. Wat wil ik daarmee zeggen is dat door een begroting in evenwicht in 2011 en ook in 2012, dat zeker in 2011 heb ik het berekend, dat dit, mochten alle overheden van dit land, de deelstaten dat ook gedaan hebben, er 1,2 miljard positief zou zijn bijgedragen tot het geheel van de begroting op Belgisch niveau. Meneer Van Houten. Dank u, voorzitter. Dus eerst en vooral zegt u op een zeer subtiele en een beetje humoristische manier uw eigen dat meneer De Croo eigenlijk een kluns is. Twee, zegt u dat er eigenlijk nog niks uitgeklaard is, maar ik vraag mij af of u het zelf ook wel weet, minister-president. Want u hebt het idee van de usurperende bevoegdheid in 2008 gelanceerd. U hebt gezegd, als men vooraleer men bij ons opnieuw komt aankloppen, zou men beter eens die uitgaven niet meer doen die ze eigenlijk niet meer moeten doen. Dat impliceert dat men daar een punt achter de uitgaven zet. En niet de middelen die daarmee gepaard gaan, mee overdraagt, want dan is het federaal ook geen besparing. Goed. Nu gaat het alleen nog over de engagementen die lopen. Mag ik daar dan uit concluderen dat het standpunt van de Vlaamse regering is, oké, goed, de engagementen die lopen, bijvoorbeeld in ontwikkelingssamenwerking, ofwel draagt u die middelen over, ofwel betaalt u zelf nog totdat het contract afloopt, maar al de rest van de usurperende bevoegdheden, laat dat rustig vallen zonder overdracht van middelen. Is dat uw standpunt? Want indien dat uw standpunt is, dan zou ik eens graag weten over welke bedragen, en dan stop ik, voorzitter, dat het nu gaat. Uw partij heeft ooit al gezegd dat gaat over 2,2 miljard, N-VA 1,1 miljard. Er zijn hier al bedragen van 600 miljoen genoemd, van 400 miljoen. Nu zou het om 300 miljoen gaan. Over hoeveel gaat het dan concreet in uw ogen? Meneer Verheek. Goed, meneer minister-president, ik heb dus begrepen dat de minister van Pensioenen de stekker er niet heeft uitgetrokken. Hij heeft er blijkbaar niet meer ingezeten. Maar uw eigen strategische adviesraad, de SERF, die zegt eigenlijk dat u de stekker in dat debat moet steken. De SERF zegt letterlijk, ten eerste, wij verwachten van die Vlaamse regering een proactieve houding. Dus u zou moeten bellen van de SERF. U moet aandringen om dat debat te gaan voeren. Nogmaals, van de zes fiches, wat komt er over, wat komt er nu niet over. En ten tweede, nogmaals, u weet dat er daar een budgetair accidentje zit aan te komen. U spreekt over 150 miljoen. Ook al weet u niet dat precieze bedrag, en zegt u dus eigenlijk nu van, maar kijk toch eens hoe goed wij doen budgetair, we hebben een budget in evenwicht, ik vind dat eigenlijk naast de kwestie. Ook al is er onzekerheid over het bedrag dat op u afkomt, als er een ongeval op u afkomt, waarom legt u dan niet een zekere provisie aan? Want
iets betalen gaan we sowieso doen, tenzij we, zoals daarnet ook gesuggereerd, al die overgedragen bevoegdheden, al die overgedragen contracten gaan schrappen en dus inderdaad niet meer aan ruimtevaart gaan doen, niet meer aan grootstedenbeleid of niet grootstedenbeleid zoals dat door de federale regering is uitgetekend. Dus dat is mijn bijkomende vraag, waarom geen provisie en waarom geen proactieve houding? Dank u wel, meneer de minister-president, voor uw zeer duidelijk antwoord. Ik heb begrepen eerst en vooral dat u er terecht op wijst dat mochten alle overheden in dit land een begroting in evenwicht hebben, we al een hele stap verder zouden staan. Ten tweede dat we absoluut vasthouden aan onze voorwaarden die u steeds gesteld heeft ten aanzien van de pensioenbijdrage en de usurperende bevoegdheden. Maar het derde wat voor mij absoluut een doorn in het oog is het onbegrip voor de inertie bij de federale regering. Want uit uw antwoord begrijp ik dat we nog geen stap verder staan dan een jaar geleden, pakweg een jaar geleden. Men blijft rond de pot draaien, we weten nog steeds niet waarover het gaat, maar ondertussen vraagt men wel een bijdrage. Dus men heeft dat geld nodig, maar wil ons niet eens zeggen waar het precies over gaat. Dus we staan nog steeds nergens. Ik hoop in elk geval dat u vasthoudt aan die voorwaarden die u gesteld heeft. Daar houden wij u aan. En verder zullen we zien wat de uitkomst is van de federale begrotingsonderhandelingen. Wie wens aan te sluiten? Meneer Watteeuw, alstublieft. Dank u, voorzitter. Meneer de minister-president, uw goede vriend Yves Leterme heeft ooit de term samenwerkingsfederalisme gelanceerd. En als het gaat over de usurperende bevoegdheden, dan is het duidelijk dat we daar verder van af zijn dan ooit. Want ik denk dat collega Vreek gelijk heeft. U moet een proactieve houding aannemen, niet alleen wat budgetten betreft, maar ook naar het zoeken van een oplossing. En wat ik nu zie bij de federale regering, maar ook bij u dus, is dat men zegt wat men niet gaat doen, maar dat men niet zegt hoe dat men zaken zou kunnen oplossen. Men zegt wat de voorwaarden zijn, maar men zegt niet wat de instrumenten zijn om te komen tot die oplossing. Men zegt wat het probleem is, maar men zegt dus niet wat de oplossing is. Dit is geen samenwerkingsfederalisme, dit is zelfs geen vechtfederalisme, dit is blokkeringsfederalisme. Meneer Van Hoeven, wat? Dank u wel, voorzitter. Dit is inderdaad geen samenwerkingsfederalisme. Die conclusie is al sinds juist. Ik wil mij aansluiten bij wat collega Vreek daar juist stelde. Het zijn onze bevoegdheden, anders zouden ze niet usurperend zijn. Dus met andere woorden, wat de federale overheid daar nu ook rond zegt of doet, in feite is zeker, ze zijn aflopend. En ze komen hoe dan ook in ons bakje terecht. En dus is het verstandig om nu al, niet alleen nu, maar ook al vorig jaar, ons daarop te voorzien. Door middel van provisionering, door middel van een proactief beleid. We blijven maar iedere keer op dezelfde nagel kloppen, maar ze is ook juist. Ten tweede, voor zover mij bekend, is het niet altijd nodig om fysiek samen te zitten om te vergaderen. Ik heb begrepen, u zegt, we hebben er nooit iets van gehoord, maar mails en telefoongesprekken, dat is een variant natuurlijk op communiceren. En communiceren betekent onderhandelen. Goed, minister-president. Ja, meneer de voorzitter, ik ga nog eens proberen in alle duidelijkheid wat usurperende bevoegdheden betreft ervan uitgaan dat het gaat over bevoegdheden die ons toebehoren. Waar het federale geld heeft voor uitgetrokken dat ontstaan is in de loop van de geschiedenis. Dat daar het federale engagementen heeft aangegaan naar bepaalde organisaties, universiteiten enzovoorts. Dat die engagementen kaderen in een federaal beleid dat met recht en reden vorm is gegeven. Dat wat die usurperende bevoegdheden betreft, ik nog eens herhaal, als men daarmee stopt op het federale niveau, zegt we geven geen eurocent uit, dat in de gedachtegang, collega's, er wel iets is dat jullie mogelijk te snel overslaan. Waarom zouden wij in Vlaanderen onverkort dat doortrekken? Wij hebben bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Dus als u dan zegt, ja, maar dat gaat onverkort miljoenen euro's kosten, dan zeg ik nee. Nee, we gaan als dat stopt op federaal niveau, dan gaan wij kijken wat we dan doen naar bepaalde initiatieven. Maar ik kan u zeggen, bijvoorbeeld wat ontwikkelingssamenwerking betreft, we hebben drie landen waar we op focussen. Als wij engagementen moeten aangaan, ook in andere landen, is dat anders. Het wetenschapsbeleid is ook zoiets, dus dat is niet zo evident om te zeggen, als het daar stopt, dan moet jij extra middelen voorzien. Dan gaan wij kijken in welke mate dit een impact heeft op het beleid dat wij nu voeren en of dat die impact ook een meer uitgave betekent. Ervan uitgaande dat het duidelijk is over welk pakket usurperende bevoegdheden dat het zou gaan. Ten tweede, collega Watteeuw en collega Van Roeverwaaf, begrijp in de oppositie, samenwerkingsfederalisme enzovoorts, dus zijn mooie dingen, maar u kunt toch niet zeggen dat wanneer we 60 miljoen voorzien voor die responsabiliseringsbijdrage pensioenen,
Dat we zeggen, goed, we zijn bereid om daarover te spreken. Dat we ook bereid zijn om over die usurperende bevoegdheden daar verder over te spreken. En dat we met alle respect, omdat men waarschijnlijk andere prioriteiten waar ik me niet ga over uitspreken, dat men daar ook de nodige vergaderingen belegt waar wij heel graag naartoe zouden gekomen zijn. En collega Van Roeverwa, als u zegt dat twee telefoons en wat mailverkeer zo'n belangrijk dossier kan oplossen via die weg, dan zijn ze daar heel goed bezig. Dus ik zeg hier in alle duidelijkheid dat wij ons constructief opstellen om die twee dossiers te laten landen. Dat dit veronderstelt dat men ook vanuit het federale daar duidelijke taal spreekt. En dat ik niet in die mate, waar collega Verheek zegt van goed, u moet zelf offensief gaan. De Serf zegt dat. Wel, u citeert de Serf. De Serf. Dus ik denk dat onze positie één is van wij erkennen dit probleem, wij willen daar verder over spreken, maar wel onder bepaalde voorwaarden wat de responsabiliseringsbijdrage betreft. En de usurperende, nogmaals, als men morgen de bedragen stopzet op federaal niveau, dan zullen we kijken hoe we daar dan op gaan reageren op Vlaams niveau om een aantal zaken die voor ons belangrijk zijn, daar een invulling aan te geven. Dank u wel. Slot op mij, meneer Van Houten. Voorzitter, minister-president, de responsabiliseringsbijdrage, u hebt 60 miljoen ingeschreven, op een bedrag dat eigenlijk meer dan 3 miljard is. Pensioenen kosten meer dan 3 miljard, dus als we dat allemaal zouden moeten betalen, ik denk niet dat onze begroting dan ook in evenwicht zou zijn. Maar wat mij stoort is dat we nu nog altijd niet weten over welk pakket usurperende met of zonder engagementen, het gaat. We weten het nog altijd niet, u weet het niet en u wilt het blijkbaar niet weten. U bent toch minister-president voor iets, maar u staat erbij, het is altijd hetzelfde liedje, u staat erbij en u kijkt ernaar. En dat kan eigenlijk niet. U zou eens met uw vuist op tafel moeten gaan slaan en uw collega's, uw eigen partijgenoten in de federale regering, ook eens aanmanen om te zeggen, hoe zit het nu? Want hoe dan ook zullen er budgettaire implicaties voor ons zijn. Maar die passieve houding, van we sturen nog een mail, er zijn een paar telefoons geweest en voor de rest, ja, hoor ik niks meer. Goed. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. Dat is een houding die voor ons niet meer kan. Meneer Breek. Ja, als er een mail is, collega's, dan hou ik mij graag beschikbaar om die te bespreken. Eén adres zou ik zeggen. Maar meneer minister-president, in uw redenering klopt het volgende niet. U zegt, als het stopt, de Hoge Raad van Financiën heeft duidelijk gezegd dat in het stabilisatievoorstel, dus in het kader van de voorstel voor het stabilisatiepact, die usurperende bevoegdheden per 2013 overkomen. Dus daar kunnen we nu van overgaan. Daar kunnen we nu van uitgaan. Dan stelt u vervolgens de vraag aan ons van, ja, als het federale daarmee stopt, moeten wij die dan per se allemaal overnemen? Daar is ons antwoord absoluut nee. Waarom zouden we dat moeten? Maar laat ons inderdaad die discussie eens beginnen. Wanneer we het hebben over ONO, onderzoek en ontwikkeling, wetenschapsbeleid, wat nemen wij over? Nemen wij de interuniversitaire attractiepolen over? Nemen wij het ruimtevaartonderzoek over? Nemen wij de ontwikkelingssamenwerking nodig zoals ontwikkeld op het federale niveau? Laat ons nu die beslissing of laat ons nu die discussie starten. En mijn oproep naar het proactief beleid is er een van uw eigen strategische adviesraad, wiens adviezen ik altijd zeer ter harte. Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister-president, dank voor uw bijkomend antwoord. Ik moet eerlijk zeggen, en het is jammer dat collega Van Houten, ah, hij is hier toch terug, excuseer. Maar ik heb zeer weinig begrip voor die opstelling. Hè. De federale regering is vragende partij, zodanig op een of andere manier dat wij budgetair zouden bijdragen aan hun probleem. Wij houden ons beschikbaar om dat effectief te doen. Wij willen daarover onderhandelen, wij steken de hand uit en willen daar effectief op ingaan. Maar we krijgen nul op het request van de federale overheid. We weten nog steeds niet waar het precies over gaat, meneer Van Roeverwa. Wat wil je dan dat we doen? Dat we een envelop met geld in de brievenbus gaan steken? Want daar, meneer Watteeuw, geef ik u wel gelijk. Het gaat hier niet over samenwerkingsfederalisme. De federale overheid beleidt hier een factuurfederalisme. Waarbij dat de facturen gewoon aan de overkant binnengestoken worden en niets meer dan dat. En daar moeten we vanaf. Goed.